die wordt gegeven. Wetnormering topinkomens. En het belangrijkste natuurlijk ook is dat wij als D66 vinden dat het politieke van de koning van hem weggehouden moet worden. Oftewel niet meer voorzitter van de Raad van State. Niet meer in de regering. Echt het ceremoniële, het verbindende. Het maatschappelijke bijna, zou ik zeggen. Zou bijna zeggen, minder regeren, meer reizen misschien. Reizen heeft zo zijn verdienvermogen, inderdaad. Ja. Maar dus dat inderdaad, dat staat heel helder in een verkiezingsprogramma van D66. En is eigenlijk niet helemaal nieuw, zou ik zeggen. Het is een lijn die natuurlijk al jaren wordt gezet. Ook de koning bij de formatie weg. Dus zijn iedere keer stapjes waar D66 voor staat. Wij voelden ons niet per se gesteund, wat ik zei, door alle politieke partijen. Maar de motie bijvoorbeeld over inzage in de financiën elke 5 jaar. Ook een advies van de Raad. Daar is door een meerderheid in de Kamer onlangs over gestemd. En bijvoorbeeld Alexander Pechtold heeft daar meerdere eens in de Tweede Kamer ook pittige dingen over gezegd. De beveiliging, het secretariaat, het vervoer, de jurken en de dingen die nodig zijn, zitten allemaal in de rest. 1,5 miljoen komt ons een beetje ruim over. Ik kan me niet voorstellen dat die mensen 1 ton per jaar uitgeven om zo'n boot te onderhouden. Het is een belastingconstructie uit de jaren 70. In 73 blijkt, waren er al heel veel mensen die zeiden, dit kan niet, dit. Dit is niet verantwoord. Nou, in 2016 zou ik zeggen, denkt iedereen er zo over. €416.000 is uitgegeven voor een groot onderhoud. 416.000. Heel mooi. Daar kan een hele vloot van varen. Ik bedoel, dat zijn de bedragen die we op de hele defensiebegroting zo ongeveer. Het komt in de buurt van de JSF nou. Gaan we die lijn ook in de komende tijd van D66 horen? Achter de interruptiemicrofoon van kom op, we willen transparant. We zijn heel veel en we zijn ook consistent. En misschien niet zo geestig natuurlijk zoals Alexander Pechtold. Hij is daar de ultieme veilingmeester. Maar die lijn wordt doorgezet, ja. Heel kort nog even Herman Pleij. Met de excuses van vandaag is het hoofdstuk nu afgesloten. Ik vrees van niet. Nee? Ik zou niet weten hoe je het anders zou moeten doen. Dus wat dat betreft vind ik dat wel geslaagd. Maar dit zit veel dieper. Dit zit echt veel dieper. En dit zit dus in een veel breder verand. Van mensen die hun baan verliezen. Mensen die allerlei inkomen verliezen. Al dat soort zaken, dat gaat nu opspelen. En dat wordt nu in negatieve wijze bekroond. Door, als het erop aankomt, dan doen ze gewoon wat ze zelf zin in hebben. Ik heb het over interpretatie ook van mensen. Hè, hoe mensen daar zo over denken. En dat moet slijten. Dat moet slijten. Hij heeft het tot nu toe heel goed gedaan. Hè? In alle opiniepeilingen, veel waardering voor hem op alle terreinen. Maar dit krijgt een enorme klap, want dit gaat over solidariteit. Een solidariteit die aan de top uitgestraald moet worden. En dat heeft hij laten zitten. Maar de politiek gaat er nog even niks aan doen in ieder geval. Tenminste, daar lijkt het niet op. Nee, dat moet de politiek ook niet doen. Dit moet slijten. We gaan het weer over echt belangrijke dingen hebben, namelijk de